naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag wil ik jullie meenemen naar het Nieuwe Testament. En om specifieker te zijn wil ik jullie meenemen naar het Bijbelboek dat nog steeds niet af is. En dan zou je denken van, maar het is toch al zo oud en waar, hoezo? Ik wil jullie meenemen naar het Bijbelboek van de Handelingen. En de Handelingen gaat eigenlijk over het begin en het ontstaan van de kerk. En daarna eigenlijk wat er in de eerste kerk is gebeurd. Er gebeuren natuurlijk nog steeds dingen in de kerk. Dus daarom is de Handelingen nog niet een afgesloten hoofdstuk uit de Bijbel. Dat betekent niet dat we alles opschrijven en alles lezen zoals we de Bijbel, het Bijbelboek Handelingen gebruiken nu. Maar het is nog niet af, want de kerk bestaat nog. En ik wil jullie meenemen naar misschien wel de allergrootste ommekeer in de Bijbel, of de allergrootste verandering die een persoon heeft kunnen doormaken in zijn leven. En het gaat om Sint Paulus. Sint Paulus was eerst Saulus en het was iemand die christenen vervolgde in het begin van de kerk. Hij was heel erg gepassioneerd bezig met het nieuwe geloof, de wereld uitkrijgen, want hij was het helemaal niet eens met deze nieuwe stroming en dat mensen dichter bij God zouden kunnen komen. We gaan nu naar het moment dat het gebeurde. Dit gebeurde toen Sint Paulus of Saulus onderweg was om zijn vervolgingen voort te zetten. En toen is de Heer Jezus aan hem verschenen met veel licht en hij hoorde een stem en hij kon opeens niks meer zien. En hij vroeg, hij hoorde van de stem, Saulus, waarom vervolgt u mij, Saul? Waarom doe je dat? En toen vroeg Saulus eigenlijk, Heere, wie bent u? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat gebeurt er? En toen heeft de Heer Jezus hem geantwoord, ik ben de Heer Jezus die u vervolgt. Dat is eigenlijk een beetje het stukje eromheen. Dus lees vooral het hoofdstuk waar dit in staat. Dat is hoofdstuk 9 uit de Handelingen. Want ik wil eigenlijk vandaag inzoomen op een van de versen die daarin staan. En dat is vers 6. En in vers 6 vraagt Sint Paulus, vraagt aan de Heer Jezus, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zij vraagt hem eigenlijk van, oké, nu is er een soort van crisis, hè? Ik kan niks zien, ik hoor alleen maar dingen, ik weet niet wat er aan de hand is, wat er gebeurt met mij, de mensen om mij heen zijn allemaal in de war. Wat wilt u dat ik zal doen? En dat is een vraag die wij God misschien ook wel eens stellen. Misschien niet vaak genoeg, misschien te vaak. Het is een vraag die heel belangrijk is. Want eerder is deze vraag ook gesteld in de Bijbel. Hè? Mensen vragen God wel vaker deze vraag, wat moet ik nu doen dan? Wat is de bedoeling? In het evangelie van Sint Marcus, hoofdstuk 10, vers 17, vroeg een rijke jonge man, dat was iemand die een volgeling was van Jezus, en waarvan ook in de Bijbel staat dat Jezus hem lief had, hè, dus dat was iemand die close was met Jezus, die vroeg aan hem, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Wat moet ik doen? En toen heeft Jezus hem geantwoord, hij heeft hem eigenlijk heel veel dingen geantwoord, maar uiteindelijk was de conclusie van, ik wil dat je alles wegdoet wat je bij me weghoudt en dat je mij je kruis draagt en mij komt volgen. En wat we zien is dat de reactie van die rijke man toen heel anders was dan Sint Paulus in de vers die wij vandaag bespreken. De rijke jongeling zei tegen hem, of die zei eigenlijk niks, die was een beetje beteuterd, een beetje verdrietig en die is toen weggegaan, want hij had heel veel spullen, hij had heel veel bezittingen en het deed hem pijn om daar afstand van te doen. Sint Paulus reageerde eigenlijk heel anders. Hè? Dus hij werd geroepen door de Heer Jezus en hij heeft toen eigenlijk alles gedaan wat er van hem gevraagd werd. Hij ging bidden en hij in een visioen heeft de Heer Jezus hem uiteindelijk verder duidelijk gemaakt wat hij moest doen. Het verschil daarin is dat hij gehoorzaam was. Hij was klaar voor het antwoord dat de Heer Jezus hem gaf. En vaak vragen we wel van alles aan God, maar bevalt het antwoord ons niet. Of dan willen we de controle niet uit handen geven. Of dan denken we van, ik weet niet God, het klinkt wel leuk wat u allemaal mij aan het proberen duidelijk te maken bent, maar ik ben het er niet helemaal mee eens, dat is niet per se wat ik wil. Dus er zijn eigenlijk een aantal voorwaarden waarop je de stem, die in beide gevallen, in beide verhalen best wel duidelijk was. Hè? De Heer Jezus had in beide gevallen een duidelijk antwoord gegeven of een duidelijke opdracht gegeven. Maar de intentie waarmee deze werd aangehoord, waarmee deze werd ontvangen, was in beide gevallen totaal verschillend. Dus eigenlijk, als ik God vraag om wat wilt u dat ik moet doen of wat wilt u dat ik doen zal, heren, zoals Sint Paulus vroeg, dan moet ik ervoor klaar zijn dat ik
het antwoord misschien niet leuk vind. Dat het me misschien niet bevalt. Maar als ik wil dat God zijn wil in mijn leven kenbaar maakt, dan moet ik er naar luisteren. Het tweede is, ben ik wel klaar voor het antwoord? Ben ik op een moment in mijn leven dat ik kan luisteren naar wat God van mij wil? Dus de timing is ook heel belangrijk. Durf ik überhaupt te luisteren naar wat de Heer mij wil zeggen? Hè? Want vaak denk ik dat ik van alles onder controle heb in mijn leven en dat ik alles zeg maar op orde heb voor mezelf. Maar dat is niet zo. Dat weten we. Het is een illusie, hè? Want we weten nu ook allemaal met deze hele crisis. We hadden allemaal plannen voor dit jaar en toen moesten we opeens thuis gaan zitten. Dus de controle moet ik ook durven loslaten. Ik hoef niet alles te snappen wat de Heer Jezus voor mij wil, of wat de Heer Jezus van mij vraagt, als ik maar vertrouwen heb. Als ik het vertrouwen heb dat de Heer het beste met mij voor heeft, dat Hij het beter weet dan ik, dat Hij een beter plan voor mezelf heeft dan ik voor mezelf heb, dan komt het wel goed. Maar ik moet dat durven loslaten. Ik hoef het dus niet te snappen. Gods plan is zo gebouwd dat Hij uiteindelijk ons het meeste wil geven. Dus Hij gaf eigenlijk die rijke jongeling, gaf Hij de opdracht om alles achter te laten, omdat Hij hem meer wilde geven. Hij wilde hem het koninkrijk geven. Hij wilde hem alle schatten geven die eeuwig duurden. De jonge man zelf, de rijke jongeling zelf, heeft toen gezegd, nee, dat hoef ik niet. Sint Paulus precies hetzelfde. Hij was iemand die al best wel naam had op de wereld en faam en iedereen wist wie hij was. Maar hij heeft dat achtergelaten om op een andere manier Jezus te dienen. En dat betekende niet dat dat makkelijk ging. Hij heeft geleden, hij heeft vastgezeten in de gevangenis. En in de tussentijd heeft hij andere mensen zo erg kunnen bekeren dat er een hele dat hij het christendom meer vorm heeft kunnen geven. De Heer had een plan met hem wat groter was dan dat hij voor zichzelf had. En dat was op aarde misschien zo, maar het belangrijkste is dat hij een groter plan had voor hem in de hemel. Want als hij verder was gegaan zoals hij verder was gegaan, dan had hij het koninkrijk van God niet gekregen. Gods plan is dus altijd groter dan mijn plan. Zoals we zien hoe hij heeft ingegrepen in het leven van Sint Paulus in Handelingen 9 vers 6. En daarvoor moet ik dus wel een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen luisteren, om te willen veranderen en of de timing in mijn leven wel klopt of niet. Ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven.